een avond waar we met elkaar in dialoog zullen gaan over de Afro-Surinaamse opvoeding. Ben je met van hem? Ik heb een gevaar als het dan. Kimberly. Ja, oma. Ik kan er alweer niet met iemand pijen op bakken. Ik ga een beetje die aankomen, maar zo meteen halen. Oma, zo'n ding is gewoon weer de heren. Look waar heer president naar stof, maar look hoe goed ja. Wat heb je je klimaat also? Morgenochtend, oma. Morgenochtend. Wel eens goed, morgenochtend zeker hoor. Ja, oma. Wat laat je erbij bakken? Weten we nog niet, maar je kunt gaan slapen, hoef je op me te wachten. Meisje, is het van mij wel voor je dag in, hoe ze je wakker laten? Dus als we het hebben over taboes, als we het hebben over seksualiteit, geestelijke gezondheidszorg waarbij er taboes zijn, zeker in de sfeer van de opvoeding, heeft het vaak te maken dat die ouders ook niet beter kunnen, want die hebben ook maar iets meegenomen, te horen gekregen, zonder dat zij zelf hebben kunnen vragen, hebben kunnen uitzoeken hoe het precies zat. Dus je hebt eigenlijk dingen die je ooit eens gehoord hebt meegenomen, zonder dat je dat echt kan staven met argumenten. En de kinderen van nu, die zijn wat mondiger, die durven wat meer te vragen. En dan kom je eigenlijk, ja, brengen ze je in verlegenheid. En dat merk je. En dat maakt dat of kinderen hun eigen weg opgaan en op hun manier zichzelf ontwikkelen. Ik was tegen toen ik naar Nederland kwam. En wat ik echt waardeer van Suriname, was toch de grootouders, die zich echt heel veel bezig hielden met het opvoeden van de kinderen. Het respect toch wel wat de jeugd van toen had voor de ouderen. Ik hou van interactie, ik hou van sociaal zijn. Oké, ik heb niet echt gesproken mee, maar ik denk wel mee. En mijn eerste voornaamste waar ik echt ben gekomen, want ze vertelden misschien over cultuur en opvoeding. Ik heb ook vaak meegekregen van, je moet dat doen als je vraagt waarom. Ja, stel die vraag niet. En dat vind ik jammer. Ik ben nu een volwassene dame van 33. En ja, in de toekomst kan ik ook moeder worden. En dan wil ik toch datgene, ik wil het doorbreken van, als mijn kinderen iets zouden vragen, mama waarom, dat ik gewoon antwoord geef. Het is de week van Suriname in het I Am Young gebouw, georganiseerd door stichting I Am Young en Becoming You. En er is me gevraagd om een avond te programmeren. En het leek me een leuke gelegenheid om vandaag een dialoog tussen de jongeren en de oudere generatie Surinamers te organiseren. Maar mijn grootmoeder heeft van daaruit wel een deel van de opvoeding op zich genomen. En, voor de buurt was ze heel streng, voor haar andere kinderen was ze ook streng. Maar ik was toch een van haar, ik denk een van de lievelingspersonen in haar leven. En dat heb ik ook gemerkt. Ik heb alle liefde gekregen. Beetje respect en vooral het sociale contacten. Buurvrouw heeft gegeten, mama zorg dat ze heeft. Of iemand, weet je, dus dat stukje. Wie maakt die ik ook? Die dubbele mati, omdat je het dan niet begrijpt, dan gaat het naar vol. Snap je dat? Dus het begint met taal. Als we de taal goed overdragen aan elkaar, denk ik dat seksualiteit makkelijk te bespreken is en een buiten een taboe gaat zitten. En met taal bedoel je Nederlands, Surinaams, wat bedoel je? Ook Surinaams, want ook Nederlands, want de meeste oude Surinamers spreken ook Nederlands. Nee, je bedoelt die Freudiaanse bespreking. Je spreekt Freudiaans en dat betekent net wat ik zei, je gaat diep, dat heeft hij gezegd. Dus wij die een oor hebben om diep te begrijpen, dan begrijp je dat. Maar omdat heel veel van ons het niet begrijpen, dan krijgen we die codes niet door. Ik respecteer het ook en ik doe het namelijk ook. Maar de vraag is wat ik vroeger heb gehad en laatst ook heb gekregen. Waarom alleen 's avonds en niet dan ook in de middag? Want in de middag kan je ook achtervolgd worden, om maar zo te zeggen. Dus ik doe het wel in de avond gewoon uit respect omdat ik ermee ben opgegroeid. Maar waarom doen we het dan niet over de hele dag en alleen maar in de avond en niet in de middag? Zodra je het besef hebt dat jouw gevoel of dat jouw kind een bepaalde leeftijd is, dan moet je met je kind gaan zitten en moet je het een en ander uitleggen. En hoe je het uitlegt hangt natuurlijk af van waar jij in gelooft, waar jij niet in gelooft, wat jij hebt meegekregen, wat je niet hebt meegekregen, wat jij oké vindt, wat jij niet oké vindt. Alle goede en kwaad wat jij hebt meegekregen, dat ga je dan uitleggen aan je kind. En dan zeg je, op basis van dat doen wij het zo, zo, zo. Dit is wat ik geloof en dat kennis leg ik op tafel. Want je gaat je kind nooit echt de wil kunnen opleggen om dit of dat niet te doen. Want als je de deur uitgaat, dan doen ze het toch. Dus leg gewoon uit wat de opties zijn. Leg uit waarom
en laten maar zijn eigen gezond verstand gebruiken. Duidelijk. Wat ik mooi vond is dat er werden vragen gesteld en behalve gewoon losse meningen gingen mensen ook echt delen wat ze hadden doorgemaakt. Beetje nostalgie, maar ook wel met een bruggetje naar het nu en hoe beter verder. En het is mooi om te zien dat verschillende generaties zich daarvoor willen inzetten. Dat je niet alleen maar hele jongeren hier zag, maar ook mensen van de oudere generatie.